Bij BAR kwam hun nieuwe testrijder voor het eerst aan het werk. Ze hebben al Patrick Dumarie en nu ook Darren Manning. Jong Engelsman die ook bij het team van Williams reeds anderhalf uur gespeeld te hebben alsof hij Ricardo Zonta was, mocht hij dan toch zelf gaan rijden, Darren Manning. Het team duwt de auto eerst naar de plek van waar hij weg moet rijden, want het was daar nog bijzonder glad. Let maar eens op de voeten van de heren. Het is nog glibberend en glijden geblazen en er was eigenlijk maar één korte strook helemaal droog. Darren Manning reed uiteindelijk 47 rondjes en was een halve seconde sneller dan Eddie Irvine. Drie mannen hadden een tijd gezet. Irvine de langzaamste, Darren Manning dus de tweede en Johnny Herbert als snelste tijdens de echte wintertest op het circuit van Silverstone. Met zoveel rondjes leek het alsof Manning een probleemloze dag had. Nou, niets was minder, maar hij moest een aantal proefstarts maken en zo ging dat. Eentje in de pits. En de koppeling liet hem in de steek en eentje bij het uitrijden van de pits. Het team heeft nog een dag of 40 de tijd om te zorgen dat die koppeling helemaal goed werkt.